Hoi, landrotten. Vandaag gaan we het hebben over piraterij in feite. Maar dan niet zozeer dergelijke piraten natuurlijk. Ik heb het dan over muziekgebied. Want er zijn natuurlijk meerdere manieren om aan je muziek te bekomen dan gewoon het originele product aan te schaffen. Dat is altijd al zo geweest in feite. En even een paar kleine voorbeelden. Ook omdat ik weet niet hoeveel jeugdige kijkers dit kanaal bekijken. Maar die zijn er misschien niet van op de hoogte van wat voor verschrikkelijke dingen we allemaal hebben moeten doorstaan voordat internet en de hele mikmak zijn intrede deed. Want destijds als je een plaat of laten we zeggen, nou de, noem eens wat, een cd'tje bijvoorbeeld. En nou, zeg dat het destijds zo'n cd'tje ook misschien 40, 45 gulden kostte in de winkel als hij net nieuw uit was. Ja, dan is dat voor iemand van de jaren of 13, 14, 15 natuurlijk een heleboel geld. Dus wat deed je dan? Nou ja, de meest makkelijke methode, de meest goedkope methode waren natuurlijk bandjes. Ja, en op zo'n cassettebandje zette je dan de cd erop. En ik deed dan altijd van de ruimte die dan overbleef. Want meestal, hè, dan was de cd wat korter en dan had je wat lege stukken op zo'n bandje. En om te voorkomen dat je al dan maar door moest spoelen, zette ik de rest, de void, dus vol met gewoon cd'tjes die ik zelf thuis had. Dus met eigen nummers. En zo kreeg je dus een album plus nog een kleine compilatie in mijn geval. Dus ja, dat was natuurlijk al een stuk goedkoper. Alleen, ja, dan staat het op een cassettebandje. Je kan nog heel erg moeite gaan doen dan om het hoesje te kopiëren en dat weer in het bandje te steken. Maar de meeste van ons, die gebruikten dit gewoon in de Walkman of thuis voor in de stereo-installatie. Dus dat was niet nodig. Pas later kwam natuurlijk weer, als je geluk had, en dat was een beetje vanaf begin half jaren 90... tot de mensen waren met een computer in huis. En dat niet alleen. Sommige van hun, die hadden ook een cd-brander erbij. Kijk, dan werd het alweer wat interessanter. En, maar dan liep je toch ook altijd nog weer tegen dingen aan. Even, als je iemand een bandje gaf, dan kan je dat even voor me overnemen. Dat werd zo gedaan, geen probleem. Daarentegen met cd's, die waren destijds nog duur en ook de brandbare. Dus wat kreeg je dan? Tot je daarvoor moest betalen. Dus iemand die dan zo'n apparaat thuis had, zei van prima, ik heb hier een cd'tje van Ibrahim Electric in dit geval. Ik wil hem best voor je branden. Dat is dan een tientje, 10 gulden. Nou, en als je een beetje geluk had en je had een beetje schappelijk type, dan kreeg je zoiets. Dat ze ook nog de moeite hadden genomen om het hoesje te kopiëren. En dan zette je zelf de naam van het album op de cd of zij hadden dat al gedaan. En dat kon je dan draaien. Hartstikke mooi. Als je dan een beetje meer pech had, dan had je gewoon een cheapo rotzak. En die gaf je dan zo'n ding. Zodat je zelf nog op zoek moest naar een hoesje. Of het maar zelf ging tekenen bijvoorbeeld. Ik heb hier ook een aantal voorbeelden, zal ik hier wel even inzetten. Van ja, hoesjes die ik dan zelf maar getekend heb. Om in ieder geval in de kast het makkelijk te kunnen vinden. Dus wat piraterij betreft natuurlijk. Hè, de muziekindustrie was hier alweer een beetje angstig voor. Van ja, nou kan iedereen goedkoop de cd'tjes rippen. Dus hoe zit dat dan? Nou ja, dat werd natuurlijk nog een stukje erger. Toen begin 2000 zo, toen het internet echt een beetje opkwam. Met dingen zoals Napster bijvoorbeeld. Hè, die dan via online sharing dan allerlei muziek zo gewoon de wereld instorten. En toen begonnen echt bands zoals bijvoorbeeld Metallica en nog een aantal andere. Begonnen stenenbeen te klagen over de enige reductie in hun inkomen eruit. Wat natuurlijk niet helemaal onterecht is. Daarentegen, het is natuurlijk ook een manier om des te meer mensen kennis te laten maken met je muziek. Hetzelfde geldt tegenwoordig bijvoorbeeld voor dingen zoals Spotify, hè, waar je dan netjes voor betaalt als je een uitgebreidere, als je geen reclame er doorheen wil. Dus daar krijgen ze allemaal wel weer een centje van. Maar mijn probleem met Spotify is dan altijd weer van juiste dingen die ik altijd zoek. Ja, die staan er natuurlijk weer niet op. Nee. Zoek maar eens een Demented Argo-nummer. Ik ben hem nog niet tegengekomen. Misschien tot de onderhand wat op staat, maar dat viel dus vies tegen. En dan zou je kunnen denken van, met die cassettebandjes en die brandbare cd'tjes, dat kennen de meesten van ons ook nog wel. Maar hoe zit dat dan eigenlijk met hetgeen wat hier achter me staat, het vinyl? Nou, daar had je in de tijd had je daar ook al rare dingen mee. En dan wat over het piraterij thema om daarop te blijven. Dan kom je dus weer in de bootlegs bijvoorbeeld. Met cd'tjes had je dat ook. Ik heb hier bijvoorbeeld een cd'tje van Guns N' Roses. Dit is van een of andere live optreden in, Joost mag weten waar, het staat er vast wel ergens op.
maar dit is geen officieel product. Dus het is wel Guns N' Roses wat erop staat, maar dit is niet gelicensed door hun platenmaatschappij of door de band zelf. Dus in feite illegaal om te verkopen, maar toch kon je met een redelijke regelmaat dit soort cd'tjes aantreffen. Maar met vinyl had je dus dan ook wel gekke dingen. En het is niet zo dat alles wat anders is dan ook meteen waarschijnlijk wel nep zou wezen. Je hebt natuurlijk tegenwoordig, aangezien vinyl weer hippe de pip is, heb je bijvoorbeeld herdrukken. Als ik hier bijvoorbeeld dit album van Halloween heb, The Walls of Jericho. En dan, dit is de achterkant. En ik heb hier een andere plaat van Halloween, The Walls of Jericho. Nou, die ziet er toch aardig hetzelfde uit. Maar ze zijn niet hetzelfde. Dit is de originele uit de jaren 80. Dit is een herdruk uit, even spieken, 2015. En het enige verschil is eigenlijk ook hieronder. Staat dan tot het een herdruk is uit 2015. En hier staat het ouderwetse, nou ja, Duitse correspondentieadres. Want Halloween is Duits. Dat kan als je 180 prints en zo herdrukken. Als de hoes anders is of je hebt een ander label. En dan kan dat betekenen van of dat kan gewoon een officiële goedgekeurde herdruk zijn. Of het kan bijvoorbeeld uit een ander land komen. Destijds had je natuurlijk meerdere persen. Dus het kan maar zijn dat een album wat in Amerika uitgegeven werd door Metal Blade, werd hier in Europa en vooral Nederland bijvoorbeeld uitgegeven door Roadrunner Records. Dus dat kan ook nog. Zo, stem slaat een beetje over. Ik heb lopen meeschreeuwen met de Motorhead Coverband afgelopen zaterdag. En daar verdiep ze bestaan. Maar goed, je hebt ook nog andere dingen. Ook officieel product, maar niet te verwarren met een bootleg, is deze bijvoorbeeld. Yellowman en Josie Wales. En dit is een Jamaicaans plaatje. En waar kan je dat heel goed aan zien? Er staan Jamaicaanse plaatjes, zijn daar een beetje berucht en bekend om. Tot af en toe wat putjes in zitten, dus dat het vinyl niet helemaal lekker is. En ik weet niet wat voor stoon de vogel hier zeg maar de labels heb lopen printen, maar kijk maar eens even op de platenspeler. Ja, die heeft waarschijnlijk even zitten wegpaffen terwijl hij met zijn werk bezig moest zijn, zo scheef als een Maleis. Maar wel origineel product, ook al zou je het niet zeggen. Moeilijker wordt het weer met moeilijk te verkrijgen albums. En dus wat ik al zei, herdrukken en zo, dat is niet alleen van deze tijd. Ook vroeger deed men dat al wel. Ik heb hier bijvoorbeeld een album van Question Mark and the Mysterians, 96 Tears. En dit is al een herdruk van het originele. Originele, nou ja, 15 tjes en ga maar omhoog, als het nou niet meer is. En je hebt het herdruk nummer 1. Ik heb hem nog een keer. Dat is dus weer een andere herdruk. Zo op het oog, ook beide de achterkant en zelfs ook met het Parkway Records label eronderop zijn de verschillen minimaal. Maar qua geluidskwaliteit weer wel. Want als ik deze herdruk opzet, bijvoorbeeld met 96 Tears, dan hoor je dit. Als ik deze opzet. Dan klinkt het alsof hij onder een deken in een lauwe badkuip door een klein megafoontje de boel aan het fluisteren is. Deze klinkt helemaal nergens na. Dat is een groezelige rotplaat. Dus je kan je ook voorstellen als je dingen namaakt. Hè, en moet al een beetje zo onder de toonbank en zo gebeuren. Dat de kwaliteitscontrole ook wat minder is. En daarom zijn een heleboel verzamelaars iets minder gecharmeerd van illegale drukken. Omdat je weet eigenlijk nooit wat voor kwaliteit je in huis haalt. Dus deze is toevallig een goeie. Deze, je ziet het verschil niet als je door de platenbakken wandelt. Is dus een bar slechte. Dus daar kon men in die tijd ook al tegen aanlopen. Wat je ook hebt is bijvoorbeeld uit andere landen. Ik heb hier een plaatje van Zeke. Dat is zeg maar de Amerikaanse Peter Pan speedrocker. Zelfs nog wat sneller. Een van mijn favoriete bandjes. En dit zijn platen. Ja, valt ook weer moeilijk te zien. Maar de originele van Zeke die zitten zo rond de 100, 120 euro. Moeilijk te verkrijgen. Dit zijn platen uit Rusland.
En ik weet niet hoe de kwaliteitscontrole daar is, maar als we deze even op de plaat spelen leggen. Zeg je dat? Die naald ging helemaal, dus ik weet niet hoe ze dat met de groeven gedaan hebben, maar hij is aan het meedansen, waardoor je weer de kans hebt dus, wat ook een klein beetje met deze plaats zo is op sommige nummers, dat de muziek ook een beetje meedenkt. En dan, ja, dat kan natuurlijk vervelend wezen. Hè? Als je een lawaaiige band hebt, dan valt het misschien niet zo gekke op. Hè? Hier hoor je het een paar stukjes, hoor je het een beetje. Maar ja, goed, als je bijvoorbeeld een opera of zo hebt, dan dat gaat natuurlijk niet werken, dus... Dat is ook nog iets om op te letten. Wat we tegenwoordig ook veel hebben, is als jullie wel eens bij de Action of de Aldi komen, dan zie je daar ook wel eens in één keer platen staan. En er staat dan bijvoorbeeld zoiets als dit: Appetite for Destruction van Guns N' Roses. Dit is dus ook een herdruk, maar het is een beetje, dit zijn een beetje vreemde gevallen. Want vaak, als je met illegale drukken te maken hebt, wat ik al zei, de vlieger gaat niet altijd op, maar dan is de hoes ook wat minder mooi, is wat vager, wat falen. Dan valt het hier met de voorkant wel mee, maar de foto bijvoorbeeld is weer, van de bandleden is weer minder scherp dan op de originele plaat. En dit is eigenlijk ook nauwelijks te achterhalen als ik dit probeer in te tikken en op te zoeken, welke firma dit nou precies heeft uitgebracht. Dus dat is ook een beetje, ik weet niet hoe ze eraan komen, maar het oogt een beetje als schimmige praktijken. Dus wat mijn tip dus is met dit filmpje van kijk daar een beetje voor uit. Hè? Ik heb ook liever wat ik al zei, die ziek, die danst misschien een beetje, maar die heeft me 2 tientjes gekost. En ik heb veel liever 2 tientjes voor een plaat waar een klein beetje een mankement aan zit, dan dat ik €120 betaal. En ook nog eens een keer verzendkosten moet betalen natuurlijk, dus dat is mij gewoon ook te veel geld. Dus het kan een uitkomst bieden, dat soort plaatjes, let wel. Zoals je al gezien hebt, dus het kan variëren met de kwaliteit. Sommige hoor je niks, geen verschil. En andere zijn dus erbarmelijk slecht. Dus hou er een beetje rekening mee. Let er een beetje op. Want je hebt natuurlijk ook mensen die denken van, oh, ik heb dat plaatje, ik heb goud in handen. En die zetten dat in de bak voor veel te duur, omdat ze denken dat ze de originele hebben. Terwijl het eigenlijk gewoon een herdruk is. En vooral met beroemde bands zoals de Beatles bijvoorbeeld. Hè, en dat soort mensen. Kijk een beetje daarmee uit. Zorg dat je niet te veel geld uit de zak wordt geklopt. Want er is dus ook destijds en tegenwoordig ook nog steeds is er een heleboel namaak in feite in omloop. Dus pas een beetje op, lees je een beetje in. Of zoek het even op Discogs of op Google. Hè, vaak kan je sowieso wel een beetje erachter komen of het zuivere koffie is. Nou, dat was het voor deze aflevering. Vind je het leuk wat we doen op social media? Dan please like en subscribe. Volg natuurlijk ook de Kringloop op Facebook. En schroom ook niet om lekker te komen winkelen bij ons aan de Ambachtstraat nummer 3 te kampen. Of je spullen in te leveren aan de Oslokade nummer 1 tevens te kampen. Jongens, nogmaals hartelijk dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Cheerio!